Hallo iedereen, mijn naam is Michel Stalens van Italmaster. Wij krijgen als producent van Masterbatch regelmatig vragen over de bescherming van kunststoffen tegen UV-straling. Wel nu, met deze video hopen we jullie wat meer verduidelijking te geven. Een Masterbatch is een concentraat van kleurpigmenten en additieven. Het wordt gebruikt om kunststoffen of synthetische vezels in te kleuren of in bepaalde gevallen het toevoegen van mechanische en thermische eigenschappen. De kleurpigmenten en additieven worden door een extrusieproces in een kunststofdrager ingekapseld, vervolgens afgekoeld en versneden tot granulaatkorrels. Deze granulaatkorrels zijn het halffabrikaat die onze klant, de kunststofverwerker, spuitgieter of extrudeur, uiteindelijk op zijn beurt verder vermengt met zijn grondstof, tot uiteindelijk een afgewerkt kunststofproduct. Een monobatch bevat enkel kleurpigmenten, een combibatch verenigt kleurpigmenten en additieven. Een regelmatig gebruikt additief is de UV-stabilisator die het polymeer, zeg maar de grondstof waaruit het kunststofproduct bestaat, beschermt tegen degradatie door UV-straling. Blootstelling aan zonlicht heeft namelijk een negatief effect op de levensduur van kunststoffen. UV-straling breekt de chemische bindingen van het polymeer namelijk af. Dit proces resulteert in kleurvervaging, barsten en verlies van mechanische eigenschappen. Tijdens het spuitgiet- of extrusieproces kan men een UV-stabilisator apart toevoegen aan het grondstofpolymeer of men kan verkiezen om de UV-stabilisator reeds te voorzien in de opbouw, de formulatie van de Masterbatch. Door toevoeging van een UV-stabilisator aan het grondstofpolymeer krijg je een bepaalde graad van bescherming. Deze dient te worden bepaald in functie van de verwachte levensduur van het kunststofproduct en is afhankelijk van de hoeveelheid, maar ook van het type UV-stabilisator. Men kan de kleur van het kunststofproduct, die door de vermenging van de Masterbatch wordt aangebracht, beschermen tegen UV-straling door de selectie van pigmenten met hoge lichtechtheden en hoge weersechtheden. Als het kleurpigment in de Masterbatch een lage licht- of weersechtheid heeft, dan zal de kleur van het kunststofproduct op termijn ook verdwijnen, zelfs bij toevoeging van hoge gehaltes UV-stabilisator, die uiteindelijk enkel het grondstofpolymeer zal beschermen. UV-stabilisatoren dienen dus om het polymeer te beschermen en ze staan helemaal los van de bescherming van de kleurpigmenten in de Masterbatch. Enkel een combinatie van hoogwaardige kleurpigmenten met een UV-stabilisator is dus effectief als men kunststofbuitentoepassingen op een correcte manier wil beschermen tegen UV-straling. De blootstelling aan zonlicht in duur en intensiteit bepaalt het energetisch verbruik. Het energetisch verbruik van UV wordt uitgedrukt door de eenheid kilo Langley en is geografisch bepaald. Er is bijvoorbeeld meer energetisch verbruik in Zuid-Europa dan in Noord-Europa. Het verbruik per jaar, per regio, wordt getoond op de kilo Langley World Map. Een concreet voorbeeld geeft verduidelijking hoe de hoeveelheid UV-stabilisator uiteindelijk wordt bepaald. Bij Italmaster drukken we het gehalte aan UV-stabilisator in het kunststofproduct ook uit in parts per million, ppm. Hierbij een schema met de kilo Langley bescherming in functie van de hoeveelheid van de specifieke UV-stabilisator die wij bij Italmaster vaak inzetten. Als we 50% UV-stabilisator met een vulgraad van 40% voorzien in een Masterbatch en men deze Masterbatch vermengt aan een doseringspercentage van 2%, resulteert dit uiteindelijk in een gehalte van 4000 ppm UV-bescherming in het kunststofproduct. 50% maal 40% maal 2% is immers 4000 ppm. De 4000 ppm actief gehalte komt overeen met 550 kilo Langley energetisch verbruik per jaar. Als we de kilo Langley World Map er nu bij halen,
kunnen we zien dat het energetisch verbruik in België ongeveer 100 kilo lengte is. In ons voorbeeld is het kunststofproduct theoretisch dus 5,5 jaar beschermd tegen UV-straling. Zo, we hopen dat we jullie met deze video wat hebben bijgebracht over de bescherming van kunststofproducten tegen UV-straling. Belangrijk om te onthouden is dat men zowel het polymeer als de kleurpigmenten dient te beschermen. We helpen jullie alvast heel graag verder met meer toelichting, informatie en ondersteuning bij al jullie toekomstige projecten.